Hallo allemaal, welkom in weer een nieuwe vlog. Ik ben vandaag met Larissa aan het werk. We hebben nu net foto's gemaakt voor een campagne. Daarvoor moesten we wat lunchgerechten maken. Hi Liz. En nou ja, we hebben echt super veel trek. Dus we gaan het nu opeten. Dus ik heb pompoensoep gemaakt, een salade met pompoen. En dit is ook nog een lekkere salade met parel, couscous en kalkoen en avocado. Dus we kregen al helemaal honger net, dus we kunnen echt niet wachten om dit op te eten. En als je wil weten wat voor recepten dit zijn, ik ga ze uitschrijven en die zal ik op onze blog endlessweekend.nl plaatsen. Zo, ik heb even een ander shirt aangedaan, zodat ik niet ga morsen. Lekker! Ik moet er vaker zo uitgebreid eten. Ja, ik moet gewoon vaker dit soort gezonde dingen eten. Parelhoen is eigenlijk best wel raar, dus het maakt een beetje naar pasta of zo. Parelhoen? Oh, parelcouscous. Ja, ik vond hem heel glibberig. Ja, ik vind het wel lekker hoor, maar het is wel best wel raar. Nou, zoals jullie zien, dit is de tweede vlog op een rij. Ja, ik denk niet dat wij per se gaan weekvloggen elke week. Maar dit is wel gewoon puur toeval, omdat we wel weer gewoon een leuke week hebben die eraan komt. Ik zei het in de vorige vlog ook al aan het einde, maar ik zeg het nu ook eventjes aan het begin. Marissa en ik willen teruggaan naar de twee uploads in de week. Mm-hmm. Dus weer op de woensdag en de zondag. Ja. Dat kunnen jullie vanaf oktober of eigenlijk vanaf nu verwachten. Ja. Dus gewoon weer twee uploads. Yeah. Daar heb ik heel veel zin in. Ja, ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk vinden om gewoon weer meer content op ons kanaal te zien. Dus laat het zeker eventjes weten in de comments wat je ervan vindt. Of je ook excited bent. Ik heb heel erg gezegd. Nou, dat is goed. Beter. Zo, het is inmiddels even wat later en we hebben net even wat perspakketjes uitgepakt. En die hebben we gefilmd voor Tara's Stories. En we wilden deze eventjes laten zien, want hij is echt super leuk. Hij staat hier naast mij. Het is een soort van mini grijpmachine van Benefit. En toen we laatst op het event waren, hadden we deze ook daar uitgeprobeerd. Vonden we helemaal leuk. Dus het is echt super tof om te zien dat we deze gewoon nu thuis gestuurd hebben. Komt wel heel hard geluid uit. Dat moet je niet verschrikken. Ah, hoe grappig om dit ding te hebben thuis, toch? En we kregen daarnaast ook nog super lekkere chocola. Dit is chocola van de Lidl, duurzame repen. Dus we hebben weer genoeg chocola om het najaar door te komen. Het gaat hem sowieso niet worden. Nee. Ik wil eigenlijk even de spulletjes neerleggen. Dan kunnen we een beetje misschien wat beter dingen kunnen grijpen. Oh. Zo, het is tijd voor het avondeten. We gaan vistaco's eten met mango en deze hot sauce heeft Serena voor mij meegenomen uit Amerika. En deze hebben we ooit geproefd op Sint Maarten. En dit is echt serieus zo lekker. Dit is de original. En dit is de chili garlic. Nou, dit is wat ik erin heb gestopt. Super veel. Met natuurlijk extra veel koriander eroverheen. Een hele goede morgen. Het is vandaag alweer de volgende dag. En ik ben vroeg opgestaan om me zo snel mogelijk aan te kleden en op te maken. Zodat ik straks nog een aantal dingen kan doen voordat we van huis gaan. Larissa en ik gaan namelijk de hele dag naar Amsterdam. We hebben eerst een heel leuk event en dat is in Bamboa. Ik ben sowieso wel heel erg benieuwd naar die tent. En dat eventje is van We Like Bali. En we hebben wel wat contact gehad met die meiden. Die hebben een nieuw boek uitgebracht nu. En we staan ook met een aantal tips in dat boek. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat boek eruit is komen te zien. Ik had het trouwens nog niet gezegd, maar ik ga ervan uit dat jullie het wel horen. Ik ben best wel verkouden. En ik ben op dit moment van die weerstand supplementen aan het nemen. En ik heb het laatst op Instagram gedeeld. En ik kreeg er super veel lovende reacties over. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat inderdaad echt topspul is. Ik heb wel het idee dat mijn verkoudheid veel sneller weg aan het gaan is. Het is nu echt al wel, ja, ik denk dat het morgen of overmorgen echt wel gewoon weg is. Dus dat is echt helemaal top. Ik voelde me echt al de dag erop beter. En ik weet niet of dat placebo effect is. Misschien wel. Waarschijnlijk wel. Ik doe nu even de highlights op. En ik heb hier zo'n paletje met mijn naam erop. En deze is van Benefit, de Tickle. En ik vind deze zo mooi. Deze is namelijk een beetje goud, zie je. Ik ben op zich wel ready. Ik ga nu eventjes snel mijn haren fixen en dan ga ik gewoon even de rest doen wat ik af moet maken. Ik moet eigenlijk echt naar de kapper, want kijk maar hoe plat het is en hoe erg het hangt. Maar voorlopig ga ik het dus eventjes wat volumepoeder in doen en dan probeer ik het een soort van leuk te stylen. Want dit is echt must needed gewoon. En dan voor in de puntjes heb ik hier de Moroccan Oil Treatment. Die ik heel eventjes aan de onderkant in doe. Voorzichtig dan. Het liefst zou ik echt wel mijn haar even willen krullen. Of iets ermee doen. Maar aangezien ik daar nu geen tijd voor heb, is het ook wel prima. Ik weet niet, ik voel het niet echt vandaag. Oké,
alles wat ik wilde doen is af. Bestellingen zijn ingepakt, tas ingepakt, aangekleed, opgemaakt. Alles. En het is nu 9 uur, dus het is precies de tijd om van huis te gaan. Dus dat ga ik nu doen. Hopelijk is Larissa ook gewoon op tijd en ik ga er wel vanuit. Dus zie jullie zo in Amsterdam. Hallo iedereen, goedemorgen. Oké, okay, eventjes vanaf mij. Ik heb echt nog een beetje sleepy ogen. Ik heb alsof ik helemaal niet wakker ben. Maar we zijn inmiddels aangekomen in Amsterdam. Het is een grauwe grijze bedoeling met een beetje wind zoals je kan zien. Maar niet zo erg koud, dus dat is chill. Maar ik heb best wel zin in het event. Want we hebben eigenlijk sinds begin dit jaar wel wat contact gehad met de meiden van Be Like Bali, Pris en Eve. Dus, en we hebben ze nog nooit in het echt gezien. Dus nee. Dat is heel erg leuk. En we gaan dus naar Bamboa. En dat is ook al een hotspot in Amsterdam. Waar ik al een tijdje naartoe wilde, maar wat er ook nog niet van was gekomen. Dus ik heb het gevoel dat het soort van twee vliegen in één klap zijn. Dus ja. En ik heb wel honger, dus het is wel lekker dat we een ontbijtje kunnen ja, doen. Ja, toch? Ja. Kijk nou hoe ontzettend leuk het eruit ziet. Dit is de tafel. Met allemaal schelpjes met namen erop. Ja, en deze tent heeft ze gewoon zo ontzettend mooi ingericht. Daar word je echt heel vrolijk van. Toch nog een beetje zomer deze herfst. Oké, we komen nu net terug van het event en het was echt super gezellig. We hebben heel veel mensen ontmoet die we al wel kenden van Instagram, maar dan nu eindelijk in het echt hebben gezien. Dus... Echt girl crush moment. Ja, dat was heel leuk. En ook heel veel Indo's. Het was ook heel gezellig. Het was gewoon lekker eten. Bamboa spelde ook niet teleur, vond ik. Dus dat was heel leuk. Dus we hebben nu helemaal veel energie. Ja, goede start van de dag. Ja, zeker. Oké, we zijn even de zipper ingelopen. En ik ben wat dingen aan het passen, zoals de broek. En het shirt. Misschien vind ik het shirt wel wat. Maar ik ben nog niet 100% zeker. Ik heb ook nog een andere, die heel leuk is. Dus hier heb ik wat shirts hangen en wat broeken. Dus ik ga even de rest passen. Nou, dit is het andere shirt. Deze is een stuk groter. We zitten nog steeds even te twijfelen. Het wordt sowieso waarschijnlijk wel een van de shirts. En deze broek is echt... Ik kreeg hem niet dicht. Tara heeft weer lekker geshopt hoor jongens. En ik liet net twee andere shirts zien, maar uiteindelijk is het deze geworden. Ja, ik had deze nog even gevonden en ik denk dat dit echt degene was die er net tussenin zat. Ja. Hij is super mooi. Dus vintage en wel cool. Nice. En hoeveel was deze? 25 euro. Is ook altijd wel leuk om te weten. Nice. En nu staan we op de mooie Amsterdamse grachten. Ik weet dat Episode daar iets verderop nog zit, dus het is misschien leuk om daar even te kijken. En verder is het wel lekker om gewoon even gezellig rond te lopen. En even chill. Het is toch droog vandaag. Goedemorgen. Ik kwam er net achter dat ik helemaal niet meer in de camera heb gepraat nadat we zeiden dat we naar Episode zijn gegaan. Ik heb wel nog wat andere beelden gefilmd, maar dat is gewoon super onduidelijk. Dus ja, ik heb wel wat gefilmd. Ik heb gewoon niet gepraat naar de camera. Dus ik kan jullie er wel een beetje doorheen leiden en het toch nog met jullie delen. Maar eerst ga ik heel eventjes koffie zetten. Want daar heb ik gewoon mega veel zin in. God, ik wil alles vervangen, ja? Deze ook al. Ik mocht dus in de Episode niet filmen. Ik heb dus niet gefilmd. Ik heb ook niks gekocht uiteindelijk. En daarna zijn we heel even ramen gaan eten. Het was super lekker. Gewoon noedels in bouillon. En daarna ben ik weer naar Salon Serpent gegaan voor een tweede tatoeage. Een tweede tatoeage inderdaad, maar het kwam eenmaal zo uit omdat er een bepaalde guest artist precies nu in deze periode er was. Ja, het is niet zo dat ik die tatoeage zo spontaan had gepland als het moment zelf natuurlijk. European Sun heet hij op Instagram, hij heet Patrick in het echt. Die komt uit Brighton en die was er dus
nu. Dus ik moest een beetje mijn kans grijpen. Want ik volg hem al een tijdje op Instagram. En ik vind het gewoon een hele leuke guy. Hij komt heel lief over. Zijn stijl zijn van die blokletters in handwriting. Vind ik zelf heel erg tof. En ik vind het ook wel een grappig contrast met degene die ik dus vorige week heb laten zetten. Want die van vorige week heb ik eigenlijk echt zonder betekenis laten zetten. Gewoon puur omdat ik het echt mooi vond. En degene die ik dus gisteren heb laten zetten, die heeft juist wel betekenis. En ik heb het ook wel gedaan voor de ervaring. Want Patrick die doet aan handpoking of stick and poke. En dat is dus echt dat je met een naaldje zo, met de hand, het gaat tatoeëren. Dat is een hele andere ervaring. Het voelt heel anders dan dat het aanvoelt met machines, zeg maar. Ik zou het bijna zen willen noemen, maar het is niet echt zen. Je voelt het namelijk zeker wel. Het is gewoon heel anders. Het is gewoon iets wat ik een keer wilde meemaken. En je zag het misschien net al een beetje op het koffieapparaat, maar hij zit dus op aan de achterkant van mijn arm. Ik heb er nog een beter beeld van die ik je nu kan laten zien. Er staat: vandaag is mijn favoriete dag. Ik vind het een hele mooie tekst. Het is ook iets wat Winnie de Pooh heeft gezegd. En voor mij betekent het gewoon echt van leef vandaag. Leef in het nu. Focus niet veel op de toekomst. Denk niet te veel na over het verleden. En waardeer gewoon elke dag, kort gezegd. Dus ja, ik ben er heel erg blij mee. Ik wilde heel graag iets van deze artiest. Ik vind het een hele leuke stijl persoonlijk. En hij zit er nu gewoon op. Dus zo snel kan het gaan. Het was echt ook binnen 20 minuten gedaan. Er zit op dit moment zo'n Second Skin stickertje op. Super handig. Ik kan het hier een beetje zien. Het is echt heel dun. Ik kan het ook zo aanraken. Je kan ermee douchen zelfs. En dat zijn van die nieuwe tatoeage stickers die enkele artiesten tegenwoordig gebruiken. En dat is ideaal, volgens mij. Die had ik eigenlijk met deze moeten hebben. En we zijn dus daarna naar Utrecht gegaan. Want we hadden nog een ander eventje gepland staan. Larissa en ik hebben namelijk tickets gekocht voor een soort van ja, talkavondje in de Rabarber. Dat is een eetzaakje. En het is de eerste keer dat ze het organiseerden. Maar ze gingen dan twee bedrijven eigenlijk iets laten presenteren over hun bedrijf. En die gaven ook tips over hoe zij het allemaal hebben aangepakt. En het was echt een avondje voor creatievelingen. Dus ja, wij vonden het wel heel erg leuk. Want we zaten een keertje tussen allemaal andere creatievelingen. Dus niet alleen Instagram en YouTube. Maar mensen die graphic design deden. Of schilderen. Of gewoon andere dingetjes. Dus het was heel verfrissend. En ook al zit je zeg maar niet precies in hetzelfde werkgebied. Je kan toch heel veel van elkaar leren. Dus dat was gewoon heel erg leuk om een keertje mee te maken. Ik denk ook zeker wel voor herhaling vatbaar. Maar het duurde echt tot, nou ja, ik denk dat we om 9:30 thuis waren. Dus ik was echt dead. Ik heb nog geprobeerd te vloggen, maar ik zag, ja, ik was gewoon zo gaar. Dat kwam er niet uit. Larissa en ik wilden eigenlijk richting onze moeder gaan om te werken daar. Maar ja, Serena was ziek, Marshall was ziek, George was ziek en nu is mijn moeder ziek. Dus we hebben zoiets van, we blijven wel uit de buurt. Ik ben al verkouden. Volgens mij ben ik al aangestoken door Marshall. Dus ja, het is echt gewoon die seizoenswisseling hoor. En het is echt, als ik nu naar buiten kijk, het is echt... Nou ja, ik ga straks Larissa heel eventjes bellen wat dan onze plannencampagne is van vandaag. Maar het wordt in ieder geval niet meer werken in Houten. Het is een productiviteitsdagje. Het is toch super slecht weer buiten. Dus ik heb echt al heel veel dingen af kunnen maken. Ik moet nu toch uiteindelijk heel even de deur uit om wat dingen op de post te doen. En als ik terugkom, dan ga ik aan het saaiewerk beginnen. Dat administratie. Ik heb er niet veel zin in, maar ik moet het echt doen. En weet je, dit is gewoon de perfecte dag om te doen. Dus ik ga het gewoon doen. Ik geef mensen graag de illusie dat ik sport in mijn pufferjas en mijn velvet jeans en deze schoenen. Oh my god, eindelijk weer een ochtend met zon. Yes, goedemorgen. Hallo. Hi. We zijn net heel eventjes naar Houten toe gereden om eventjes de Action te checken. Ja, de Action is hier mooier dan in Utrecht altijd. Dus als we de tijd hebben, gaan we altijd lekker naar Houten. En ik zei net tegen Tara, ik heb een leuk cadeautje om te laten zien. Zomaar, dus ja, kom maar op. Lekker wel een huwelijksaanzoek zo. Ja. Zijn ze allebei voor mij? Nee. Eentje is voor mij, eentje is voor jou. Ik heb hem half open, ik durf niet te kijken. Mag ik? Jij mag. Wow! Vet hè? Is dit metaal? Ja. Erg nice. Dus ik heb hier twee kettingen laten maken. Eentje zegt endless en de ander zegt weekend. Dus het is een soort van, weet je wel, best friend ketting. Maar dan voor zussen en dan team endless. En ja, ik vond het gewoon heel erg leuk. Dus van mij mag je kiezen welke jij wilt. Dus het woord endless of het woord weekend. Weekend. Oké. Ik vond dit lettertype gewoon echt super heel badass. Ja, en vet. Deze ketting is wel dikker en zo. Dus ik dacht echt zo, oeh, gangster.
Zo, daar zijn we weer. We zijn best wel goed geslaagd bij de Action. We wilden eigenlijk alleen maar even wat huishoudelijke dingetjes halen. Zoals een wc-papier en deze mand en nog wat andere dingetjes. Maar toen kwamen we ineens allemaal leuke dingetjes tegen. Ja, dus dat, we hebben gewoon niet zo van dat verdiend. Een eigen Action shoplog. Ja, ik denk dat het wel in een shoplogje past. Dus ik ben benieuwd of jullie dat ook leuk vinden. Het is alweer heel lang geleden eigenlijk. Heel lang. Dus ja, we keken ook wel even onze ogen uit natuurlijk. Dus nou, was leuk. En tegelijkertijd gaan we weer onze gordels vastmaken. Want we gaan weer verder. Want we gaan door naar de 1 euro kringloop. En deze keer als het goed is de goede. Ja, want we hebben toen laatst een video gedeeld op ons kanaal. En we zijn gewoon naar de verkeerde kringloop gereden. Dat was mijn fout. Spijt me. Ik ook doe heel veel uit voor het geluid. Ik had gewoon gegoogeld op eurokringloop. En toen kwam ik gewoon bij de andere uit. Gewoon niet nagedacht dat het gewoon een andere was. Gewoon compleet. Totaal anders. Dus als het goed is, want we zijn erop aangesproken en het is helemaal waar dat het verkeerd was. Het was gewoon een beetje een failure, maar in die video waren we ook echt totaal niet onder de indruk van die winkel. Ja. Dus nou ja, misschien daarom. Dus hopelijk is dit nu een succes. Let's go! Zo, we zitten nu weer in de auto. We hebben inmiddels de Eurokringloop bezocht. En het was inderdaad de Eurokringloop. Alles was een euro. Misschien op één rek na, daar waren dingetjes 2 tot 3 euro. Dus dat was super leuk om te zien. Ook heel fijn als soort van bevestiging van het bestaat echt. Larissa heeft ook meteen een flinke zak met kleding gedoneerd. Want dat kan je daar natuurlijk ook meteen doen. En dat vonden we ook wel heel erg leuk om te doen meteen. Het was behoorlijk druk in de Eurokringloop. We zijn zelf ook door de rekken gaan kijken wat er allemaal was. We hebben niks gevonden verder. En heel eerlijk gezegd hadden wij ook zoiets van, weet je, we laten de kleding gewoon hangen voor de mensen die het echt nodig hebben en die maar een euro te besteden hebben. Ja, we hebben eigenlijk niks nodig. Ja, toch? Maar ze hadden het echt heel erg mooi ingericht, mooi georganiseerd en ze werken allemaal heel netjes samen en zo. Dus het is sowieso wel een hele mooie kringloop, vind ik. Ja, dus zeker een tip om er eens eventjes te kijken als je dat zou willen. Ze hebben eigenlijk alleen vooral kleding, geen accessoires of zo. Zeg maar een beetje tassen en wat kettingen. Best wel wat schoenen, maar inderdaad niet heel veel andere dingen. En ook best wel veel, geen meubels, nee. Best wel veel boeken en dvd's, cd's en nog wat spelletjes. En een kinderafdeling ook voor kinderkleren en knuffeltjes en zo. Dus dat is ook wel handig om te weten, denk ik. Ja, dus al met al wel geslaagd, maar niet geslaagd als in iets gekocht. Dus we gaan nu weer richting huis rijden. Oh, ik zal deze even weghalen. Zo, ik heb mijn haren even in de krul gezet zoals je ziet. Want ik ben me een beetje aan het klaarmaken voor vanavond. Er komen een aantal vriendinnen langs en we gaan gewoon even borrelen. Nog voor mijn verjaardag trouwens. Best wel laat. Het is nu een maand later, maar nu kon iedereen. En daarna gaan we nog uit. Ik heb ook spekjes gehaald. Die heb ik in de grijpmachine van Benefit gedaan. Dus ik ben benieuwd hoe ze daarop reageren vanavond. Ik denk dat ze het gewoon heel erg lachen vinden om daarmee te spelen. Ik moet zeggen, ik heb er heel veel zin in. Dus ik ga mijn make-up nu even fixen. En me omkleden, want ik heb nu gewoon een trui aan. Maar ik ga deze vlog afsluiten. Dus als je me leuk vond, laat even weten met een duimpje omhoog. Dat vind ik heel erg gezellig. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd wat je ervan vond. Laat ik even een reactie achter met bijvoorbeeld hoe het met jou gaat, hoe het met je dag gaat, wat jij misschien afgelopen weekend hebt gedaan. Dat vind ik heel erg leuk om te lezen. Vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En druk ook even op belletje zodat je melding krijgt. En dan zie ik jullie heel graag weer terug in de volgende video. Doei!